Het zit er gezellig dicht bij elkaar, hè? Heel gezellig dicht bij elkaar. Zo. Zo. En dan is het dichtbij bij jou geweest? Oké. Nee, maar achter, je moest dus weten. De trend van 2014 curved, oftewel gebogen. En nu heb je gebogen televisies, maar je hebt tegenwoordig ook gebogen telefoons. En LG heeft er nu eentje, de LG G Flex. Paul, ja, gebogen. Normaal ben ik altijd redelijk sceptisch over dit soort dingen, maar ik voel me vandaag. Dit is de LG G Flex, even een stukje duiding, is een nieuwe high-end smartphone. Een beetje vergelijkbaar met de LG G2, maar dan met een 720p scherm en dus een gebogen element. En die is notabene ook eens flexibel, dus ik kan gewoon zo duwen en dan gaat het niet eens kapot. En het idee daarachter is dan dat hij wat robuuster is en je hebt natuurlijk bij een 6-inch scherm een fantastische kijkervaring, als we LG moeten geloven, als je een filmpje gaat kijken op gebogen manier. Ja, maar het werkt eigenlijk net zoals bij de curved TV's, hè? Ja. Je zit er middenin en daardoor zie je, omdat het scherm een beetje gebogen is, zie je betere diepte. En als je dan zo zit, zo ongeveer, heb je de ideale kijkhoek. En de sweet spot, zo noemen ze het, hè? De sweet spot, ja. Is dit nou een trend waarvan jij denkt, nou, doe mij ook een curved telefoon? Nou ja, waarom niet? Kijk, je kan wel weer zeggen, ik ben al recht gewend en ik wil gewoon recht. Maar ik snap het wel. Kijk, ze vinden het niet voor niets uit. Je kan zo bel je ook, of hij nou recht is of niet. En hij voelt niet er anders aan of zo, of rarer. Nee, ik snap het echt wel. Nee, ja, en nog iets meer duiding over de telefoon zelf. Hij heeft een quad-core Snapdragon 800 processortje erin zitten. En, wat? Ja, dat is gewoon razend rap. Laten we het daarop houden. En hij heeft dus een flinke accu van 3500 mAh, milliampère per uur, zoals het dan heet. Maar het interessante daaraan is, ja, het is natuurlijk een gebogen smartphone. En dan denk je, een accu kan toch niet gebogen zijn? Nou, LG heeft daar bij LG Chemicals een heus nieuwe accu'tje voor bedacht. En die buigt gewoon mee. Met andere woorden, dat gaat dus niet snel kapot. Grappig feitje aan deze telefoon is overigens, en ja, dit vind jij interessant, pak maar eventjes deze pen erbij. Als je een beetje lomp met smartphones omgaat, Paul, doe maar even wat we allemaal niet willen. Je maakt krassen. Dan heeft deze LG G Flex dus een zelfhelende coating. Ja, dat verdient even wat uitleg. Sci-fi is dit. Ja, dat zou je zeggen. Ja. Maar de coating die hierop zit, zit een beetje tussen vast en noem je dat? Vloeibaar. Vloeibaar in. En dat betekent dat als je een klein krasje maakt, dan trekt dat weer een beetje samen. En met een beetje wrijven verdwijnt de kras dan na 20 minuten ongeveer. Je moet wel even denken, niet met een mes erop gaan zitten. Want net zoals bij de menselijke huid, als je gewoon een te diepe kras maakt, dan wordt het gewoon een litteken. Heb ik net al gedaan met deze telefoon. Ja. Sorry nog LG. En gewoon 30 seconden in je hand, hè? Gewoon, hoe doe je het weer? Het is ongelooflijk. Nou, voor de rest is het natuurlijk gewoon een typische LG telefoon. Met dus ook de knop op de achterkant. Of deze LG G Flex er gaat komen, dat is hangt spannend. Redelijk zeker, toch? Redelijk zeker, zeiden ze bij LG. Ja. Maar dat is dus nog niet helemaal zeker. Nee. Hamvraag, vind jij, Paul, ja of nee, gebogen? Ja, ik zie het, zo moet je af en toe ook denken, ik zie het nadeel nergens. Dus vind ik het in principe goed onderwerp. Sommige telefoons zijn recht, sommige zijn gebogen. Zo draai je de hele wereld om. nee, maar ja, je hebt ook blauwe telefoons en rode telefoons. En ik denk dat het met de kijkhoek wel goed zit met deze telefoon. Laten we de nuance aanbrengen. Mocht jij niks vinden, laat het vooral weten in de comments. Ja. Waarom wel en waarom niet. En dan gaan wij uitgebreid deze LG G Flex ongetwijfeld snel bespreken. Ja. Ik ben voor een preview ben positief gestemd. Hou het bij.